voorspellen. Houdt die bal in ieder geval binnen. En wordt nu aan de schouder getrokken door Alderweireld. Achter de bal Vormer. Het is de zesde minuut. Ajax dat kwetsbaar bleek vorige week. En nu ook, want Pelle scoort. Pelle scoort in de zesde minuut. Neemt Feyenoord een 1-0 voorsprong in de Amsterdam Arena. En de zwakte van Ajax verdedigend, die de ploeg bijna lelijk opbrak in Alkmaar tegen AZ. Die zwakte die zet zich in het begin van deze wedstrijd moeiteloos voort. Lijon. Daar is die knap langs. Dat is ook geen onaardige voorzet. Het wordt een hoekschop via Van Beek. Sterke actie van beide backs, zowel die van Ajax als die van Feyenoord. Achter de bal Eriksen. En hier volgt een Rotterdamse tegenstoot. Het gaat mis bij Schaken die buitenspel loopt. Feyenoord tot later deze week nog een stevige uitreis en wedstrijd voor de boeken heeft in de Europa League in Rusland tegen Krasnodar. Blind. Blind. Probeert zich er doorheen te worstelen. Eriksen. Alderweireld. De afstand is aanzienlijk, maar hij kan dat. Mulder, goede redding. Herkansing voor Schöne. En die produceert een afzwaaier. Mooi Zander. Schaken verdedigt mee. Eriksen. Bal verdwijnt voorlangs. Mooi Zander. Eriksen. Slim balletje tussendoor. Knap teruggelegd, maar het is zo druk. Ook problemen bij Feyenoord. Fischer met zijn eerste mogelijkheid. Alderweireld. En Lijon. Komt er weer langs van die kant met een uitstekende voorzet. Fischer wil iets heel moeilijks volgens mij. Maar het mislukt. Schöne. Ondanks een polletje. Loopt de aanval door. Bojan, Lijon. Bojan, één keer voor. Sigurdsson kan er niet bij. Het publiek proeft dat Ajax gevaarlijker wordt. Dat Feyenoord problemen begint te krijgen achterin. Fischer. En dat is een strafschop. Zegt Kuipers die er vlakbij loopt. Vormer als dader aanwijst. En zo krijgt Ajax op het moment dat de ploeg dat goed kan gebruiken. Van Kuipers een strafschop. En lijkt dit een volstrekt onnodige overtreding van Vormer. En Mulder krijgt nu geel omdat hij even de bal oppakt. Hij scoorde nog niet dit seizoen. Kolbein Sigurdsson tegenover Mulder. Het staat 1-1. Hij heeft zijn eerste goal van de competitie. En dat niet alleen, het is ook zijn eerste ooit tegen Feyenoord. Pelle aan de andere kant met een goede kopbal. Immers die een stevige overtreding maakt. Op Alderweireld. En ook die incasseert geel. En zo heeft Feyenoord in plaats van 1-0 voor en geen problemen opeens een 1-1 stand staan. En drie man met geel in een tijdsbestek van amper 2 minuten. Ja, het zijn geen mollen. Het is toch echt het gevolg van allemaal duels. Lijon. En het is 2-1 in het voordeel van Ajax. En het is weer Sigurdsson.
onderkant lap. Geen doellijntechnologie. We zijn echt afhankelijk van de grensrechter en van het inzicht. En hij verdubbelt zijn score. En 9 minuten voor rust komt Ajax op 2-1. En zo zal in ieder geval al snel een einde komen aan de twijfel, mochten er nog mensen zijn, over het scorend vermogen van de heer Kolbeinn Sigthorsson. Bojan. Fischer. Fischer, buitenkant paal. Blind. Eriksen. Een heel slim balletje. Uit de rug komt Schöne. Schöne. Houdt er geen hoekschop van over. Omdat die bal uiteindelijk via Mulder en toch weer Schöne naast rolt. En dit is een aardige mogelijkheid. Maar het schot van de vormer is nou niet echt iets om Vermeer mee te verontrusten. Maar het geeft wel aan dat er wel degelijk ook aan het begin van de tweede helft mogelijkheden liggen voor Feyenoord deze middag in Amsterdam. Fischer is er langs op de doellijn. Legt dan iets te hard terug, waardoor Klaasie kan ingrijpen. Maar ook omdat er een aantal van Ajax niet staat op te leggen. Fischer doet zijn best en dan staat de rest bijna stil. Martens Indy, Vormer. Alle afvallende ballen vallen voor de voeten van Feyenoorders. Schaken. Deze krijgt hij wel goed voor. Pelle bijna. Ja, dat zijn de momenten voor hem. Immers gaat eraf bij Feyenoord. Armenteros is zijn vervanger. En zo keert Armenteros na een Heracles-periode en inmiddels een contract in België bij Anderlecht terug op de Nederlandse velden. Pelle. Vermeer weer met zo'n rare redding. En de bal van Nelom verdwijnt naast. Kuipers geeft Feyenoord alsnog een vrije trap voor Hens van Alderwereld. Dat moet dan de laatste mogelijkheid zijn voor Feyenoord op 2-2. En Vermeer. En het is meteen afgelopen. Feyenoord heel behoorlijk, Ajax niet best. Maar desondanks staat Feyenoord na 3 competitiewedstrijden op 0. Komt Ajax in ieder geval op 6. Maar mag men zich ernstig zorgen maken over de vorm van de Amsterdammers in de beginfase van het nieuwe seizoen.